In deze video ga ik laten zien hoe je met een gratis Chrome extensie heel eenvoudig over de Europese platformen van Amazon kunt navigeren. Nou, die gratis Chrome extensie die heet PriceSnoop en die kun je in de Chrome Web Store dus gratis downloaden. Nou, het werkt heel eenvoudig. Je voegt hem even toe aan Chrome, extensie toevoegen. Nou, dan ga ik vervolgens naar Amazon toe. Ik refresh de pagina even. En vervolgens zie je op ieder product op Amazon, op het Europese netwerk zal ik maar zeggen, een vraagteken achter de prijs staan. En zodra ik met de muis op dat vraagteken ga staan, zie je een paar dingen. Je ziet allereerst op welke andere Europese platformen dit betreffende product wordt aangeboden. Dus dit product wordt alleen op Amazon Frankrijk niet aangeboden. Maar je ziet dus ook tegen welke prijzen dit product op de andere platformen wordt aangeboden. En ten derde kun je dus ook heel eenvoudig navigeren tussen de diverse platformen. Want als ik nu bijvoorbeeld op amazon.co.uk klik, dan ga ik dus in dit geval naar het Engelse platform van Amazon en zie ik hoe het product daar uitziet. En ik kan net zo snel ook weer terug navigeren naar het Duitse netwerk. Dus dit kan je denk ik als verkoper wat tijd besparen. Dus in plaats van dat je allemaal verschillende tabbladen open hebt staan, kun je met deze handige tool met één klik gewoon navigeren tussen de Europese platformen van Amazon. Nou, ik hoop dat je iets aan deze tip hebt. En als je zelf een leuke gratis extensie weet, dan laat het even weten onder deze video. Tot de volgende keer.